gewoon, sport maakt de mens blij. Wow, wow, wow! Had je die? Ja, die is lekker. Kun jij het even niet? Nee. Bel, ik stond op een gegeven moment 8-1 voor. Hey, Stefana, leuk je te zien. Hallo. Dankjewel dat jullie me uitgenodigd hebben. We gaan stoepbranden. Ja. Vertel, waarom gaan we stoepbranden? Nou ja, nu in deze tijd is het natuurlijk, je kan niet heel veel dingen meer doen, maar stoepbranden wel. Ja. Je kan het gewoon op een pleintje doen, op straat. Ja, en het is wel een beetje, het is niet handballen, nee. Maar ja, je moet toch gooien, mikken. Een beetje hetzelfde als wat we in handbal gebruiken. Dus vandaag, ik heb je uitgenodigd, want ik hoop dat je tegen je verlies kan. Ik hoop dat jij tegen je verlies kan, maar dat zullen we straks al zien. Ik ben benieuwd. Die breedte sport, hoe belangrijk was dat voor jou in het begin? Was je al meteen goed of is dat langzaam gekomen? Nou ja, het was vooral, je bent met vrienden. Het was altijd leuk, ik vond het altijd leuk. En het houdt je ook van de straat. Mm-hmm. Mijn moeder vond het heel belangrijk dat wij gingen sporten, dat we niet... Ja, met mijn andere vrienden, ik heb ook andere vrienden gehad, die gingen s'avonds de straat op en ik ging s'avonds handballen, trainen, ja. Als klein meisje. En ja, dat vond ik eigenlijk altijd lekker. Even je energie kwijt, ik was natuurlijk best wel druk, dat kan je misschien wel horen. Ja, dus ik, ja, ik moest ook wel mijn energie kwijt. Ja. Ja, en dit gaat echt heel hard. 11. 13. Nee! 14-0. Ze zei dat ik 15-0 win, eerlijk? Ja, het is 14-0. Nou, 15-0. Je hoeft niet te knippen, dit was het stukje. Ik zou graag dat het toernooi hier in 2025 naar Nederland komt. Maar wat heb je dan eigenlijk voor nodig? Ja, wat er voor nodig is, tenminste wat ik probeer te doen, is te zorgen dat evenementen in Nederland gehouden kunnen worden. Want ik geloof erin dat mensen enthousiast worden van Nederlandse helden die goud winnen in eigen land. Dat kinderen kunnen zien dat hun helden die medaille pakken, dat ze aan kunnen raken, dat ze vragen kunnen stellen, dat ze handtekeningen kunnen ophalen. Volgens mij inspireer je daarmee een hele nieuwe generatie. En je kan een heel groot verhaal houden over de economische spin-off en dergelijke. Maar ik vind het gewoon mooi als het hier gehouden wordt, dat we het dichtbij brengen. En ja, ik hoop ontzettend dat ook het WK handbal van 2025 naar Nederland komt. Want het zal een enorme ontwikkeling betekenen voor het handbal in Nederland. Daar ben ik van overtuigd. Zeker die grote hallen waar je het over hebt. Als die helemaal afgeladen zijn met schoolkinderen, met mensen die van handbal houden. Nou, moet je zien wat er dan vervolgens gebeurt. Ja. Dat is echt waanzinnig. Het gaat gewoon lukken dus. Het kan niet zo zijn. Ja. Nee, dat kan niet meer. Nu, ik wil geen nee meer. Nu kan we gaan er alles aan doen om het naar Nederland te halen. Ik wil alleen nog maar een ja. En wij zorgen voor die gouden plak. Ja, en wij voor de grootste hal. Deal. Ja. Dus, minister, wie je allemaal nodig hebt. Loop niet te slapen. Gewoon tekenen die handel. Nee, we zorgen ervoor dat die continu aan de jasje getrokken blijft worden om die, om die ogen op de bal te houden van het WK 25. Ja! Nee, je mag niet over de helft. Nee, hier. Het was 8-6. 8-6. 8-7. Moet ik weer terug? Nee. Oh, deed extra. Ja, dat dacht ik al. Sport kan altijd een beetje meer. Ik denk dat sport heel belangrijk is. Namelijk voor jonge kinderen. Gewoon, sport maakt de mens blij. Sport hebben mens nodig, kinderen ook. Kinderen moeten sporten, kinderen moeten bewegen. Als ik nu tegenwoordig zie hoe... Ja, hoe lui kinderen kunnen zijn. Ik heb er zelf ook 2 thuis zitten. Ja, sport is belangrijk. Ja, dus ik zeker. Denk dat er altijd nog wel extra, ik weet niet hoeveel aandacht, maar ik denk dat er altijd wel wat extra aandacht aan besteed kan worden. Ja, helemaal eens. Ja. Maatschappelijk belang van sport wordt onderkend en daarom is dit jaar eigenlijk ook zo belangrijk. Hè? Want het is een rotjaar voor de sport, omdat er zo weinig kon. Ja. Maar het heeft ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk sport is als het er niet is. Ja. Dus dit zou wel eens het kanteljaar kunnen zijn voor sport. En daar ben ik wel heel benieuwd naar of we dat straks een beetje vaart kunnen geven. Dan is corona toch goed geweest voor sport. Ergens iets voor. Damn. 11-8. 13-8. 14-8. Hey, ik heb toch een dilemma voor je. Oi. Ja? Een dilemma. Je wint goud op de Olympische Spelen in Japan. Of je wint goud in je afscheidswedstrijd op het WK in Nederland. Oh, die is wel lelijk. Ja, maar het is wel een dilemma. Dan moet ik eerlijk zeggen, was hij nou raak? Hij was raak, hij kwam terug. Dan moet ik toch...
dan moet ik toch eerlijk zeggen dat ik voor die gouden plak ga in Nederland. Mijn laatste wedstrijd. Ja. Oh, ik had hem andersom verwacht. Nee. Ik denk, jij gaat voor Olympisch goud. Nee. Mooi. En waarom? Dan is het in Nederland. Dus dan staat Nederland achter je. Ja. In eigen land voor ons publiek. Nee, maar dat is geweldig. Nee! 1 punt. 1 punt. Nee! Ja! Nee. Nee. 3, 5. Ah! Ja! 6. Hoe kan je dat nou? Ja, de druk was te hoog, je ziet. Ja. Onder druk presteren is ook best lastig. Ik vind het zelf ook heel moeilijk. Ik denk ook dat ik de politiek in ga. Ja, dat is superleuk. Echt, we hebben meer mensen in de sport, uit de sport in de politiek nodig. Ja, ik denk dat ik maar een ding ga doen. Denk ik echt. Oei, 2. 7-2. Ah! Ik wil hier zo mooi. En je speelt jaren, 10 jaar denk ik al, in Denemarken. Ja, 10 jaar. Dat doe je omdat Nederlandse competitie natuurlijk iets minder groot is. Iets minder groot. Ja, nou, veel minder groot. Ja. Ik hoop dat ooit in Nederland de kans gaat, dat handbal de kans gaat krijgen om te groeien. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat jonge meiden, soms wel 17, 16 jaar, al naar het buitenland moeten om hun talent te ontwikkelen. We hebben natuurlijk een fantastische handbalacademie. En dat is een stap, maar verder de competitie is niks. En dan gaan jonge meiden op een hele vroege leeftijd naar het buitenland. En ook best wel op vroege leeftijd stoppen ze, omdat het best wel pittig is zonder familie. Ja, noem maar op. Eén vraag, maar ik ga het eerst even afmaken. Ja. Helaas. Nee, dit was hem toch? Nee, dat was ik een misman. Je kan kiezen. Ja. Alle kinderen in Nederland, wat jij graag wil dat die handbalsport groter wordt in Nederland, 2 uur handbaltraining per week op school. Of... Ja. 5 uur gym per week voor alle kinderen. 5 uur gym. Toch 5 uur gym? Ik ben niet zo egoïstisch. Okay. Als de camera uit is, zeg ik 2 uur handbal. Oké. Nou, nu komt ie, hè? Ja, je hebt hem. Heel netjes. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Ik hoop dat de sport heel hoog op de agenda staat van de politiek. En ik hoop, vooral ik, wij, het Nederlands handbalteam, hopen dat in 2025 het WK in Nederland wordt gespeeld. Dus bij deze krijg je een mooi cadeautje. Top. Als het WK in 2025 niet doorgaat, dan geef ik het weer terug. Ja. Dus bij deze, ik mag het niet, ik doe zo, ja? Dat is goed, top. 1,5 meter en super bedankt. Want dit is echt heel cool. Ja. Mooi. Ja. Ik hoop het echt. Doe jullie best en wij doen ons best. Wij blijven ons best doen. Heel tof. Ik ga me helemaal vol inzetten om het WK naar Nederland te halen. Dat we dat in de allergrootste hal kunnen gaan spelen in Nederland. Dat met minstens 25.000 man per publiek. Ja. En dat we jullie in de finale naar goud kunnen schreeuwen. Ik ben erbij. Top. Dankjewel.